Hallo allemaal, wij gaan weer 3 nieuwe subs maken en het zijn dit keer allemaal jongens die we gaan maken. En ik heb Nanny Fofanny die we hier zien, heb ik in een nieuw huis geplaatst. Ik heb de oude bewoners eruit geschopt en nu hebben wij weer ruimte in dit huis voor genoeg mensen om te gaan wonen, want het vorige huis was vol. Wij gaan nu beginnen. We gaan beginnen met Jens de. Er komt nog wat achter de te, maar dat zet ik er niet in. Want dat vind ik niet zo handig. Stel, dat vindt hij later niet zo leuk. Nou, dit Jens de is een jongen. Het is wel een hele bijzondere jongen als dit hem is. Dus wij gaan er wel snel even een jongen van maken. Dit zou hem kunnen zijn, maar dat is hem niet. We maken hem wel een tiener, zoals we zien. Nou, zijn stem vind ik al goed, maar zijn uiterlijke vind ik nog niks. En eigenlijk vind ik het wel grappig om een keer... Nou, nee, daar maak ik een aparte video van. Ik ga binnenkort een speciale sim toevoegen aan mijn huis. Die geef ik misschien een apart huis. Maar dat lijkt me wel leuk. Dat wordt een aparte video. Daar ga ik 2 sims in maken. Die heb ik eigenlijk al in andere dingen gemaakt. Maar nu gaan wij met Jens aan de slag. Dit haar vind ik wel cool. En even kijken, wat heeft hij nog maar aan qua kleding? Heeft Jens nog speciale wensen? Nee, Jens had helemaal niks gezegd. Anders dan dat hij een tiener is. Even kijken, we geven hem een ander soort broek. Even kijken, zwart met gaten. Dat is wel heel kort. Pyjama rondlopen, weet ik niet of dat helemaal de bedoeling is. Dit is wel netjes. En, nou weet je, het is er wel altijd relaxen. We geven je, nou weet je, nee, baggy pants. Dit is een goeie. Jens is ook wat in het midden. En zijn kleur... nee. Zo. Bij het gezicht. Hier kunnen we ook kleuren kiezen. Maken we je groen, ben je de Hulk. Blauw, ben je een Smurf. Ik weet het niet. We gaan hiervoor. En... ja, dit vind ik een goeie. Je haarkleur wil ik wel wat anders. Die maken we wat... die maken we bijzonder. Even kijken. Ik vind blauw vind ik wel cool. We geven jou blauw haar. Dan ben je goed te herkennen. Maakt het ook wat specialer. En je schoenen. Eigenlijk zijn die al redelijk goed, hè? Even kijken. Sloffen. Wat zeg je hiervan dat je zo rond gaat lopen? Nou, ik geef jou slippers. Jij krijgt slippers, Jens. En wat voor karakter word je? We zijn... Even kijken. We hebben een groot huis natuurlijk. Maar we hebben ook mensen nodig die moeten koken. Dus jij wordt kok. Een meesterkok wil jij worden. En de eigenschappen die jij gaat hebben... Zie, je hebt er maar 2. Een tiener heeft er dus iets minder. Maar in ieder geval al wel iets. En jij bent vrolijk. En jij bent... Even kijken. Een bro. Ja, nou, Jens, welkom bij de subs. Jij gaat eventjes, Jens, te. Zo, dit is hem. Hebben we nu alles gedaan? Ja, jij hebt blauw haar gekregen. Welkom. We gaan nu naar het huis en daarna gaan we natuurlijk meteen door. Even kijken, Shonga heet het hier. Dat gaan we straks nog wel aanpassen. En dat is sub huis 2. Subhuis 2. Dat vind ik een goede naam. En even kijken. Bewerken. Kijk, daar hebben we er 1. Gaan we de volgende doen. Dat is een... ook een jongen natuurlijk. Nee, dit is nog steeds geen jongen. Dus we maken er een jongen van. Hé, dit ziet er eigenlijk al cool uit. Maar jij bent wel een tiener. En die hebben meestal nog niet zo'n baardgroei. Ook zoiets. En jij bent de naam. Die gaan wij nu zien. Ik zet ook weer niet je hele naam neer. Het is Vlogmen. En er komt nog wat achter. Nou ja, jij weet natuurlijk wel wie je bent, want je hebt een reactie geplaatst. En hier komt nog wat achter en dan kan je zien wie het is. Jij wilde graag slim en sterk zijn. Dus even kijken. Dan gaan wij hier kijken bij... even kijken, waar zit sterk? Zit sterk hierin? Oh, wacht even. Sterk zit natuurlijk bij... even kijken, bij dit. Jij wilde sterk zijn. Nou, dan maken we jou sterk. En... nou, niet zo dik natuurlijk. Zo. Wel wat steviger. En even kijken, zitten hier wat leuke dingen bij. Nou, je bent natuurlijk niet
lui, want dat gaat niet. Als jij lui zou zijn, dan kan je dat dus niet doen. Dus dan moeten wij van jou even kijken. Geniaal, dat is wel heel erg heftig. Maar en ook actief maken, want dan ben je een sporter. En dat hoort er natuurlijk wel bij. Als jij sterk wil zijn, moet je ook veel sporten. En hebben we hier iets wat jij wil doen? Jij wil kennis, je wil slim en sterk zijn. Ja? Sportief, weet je wat? Wij geven jou gewoon kennis. En even kijken. Nou, en van alles ben je dan goed. Dit ben jij. Welkom, Vlogman. En wij gaan nu door. Wij gaan de volgende en meteen ook de laatste sub-sim erbij maken. Even kijken, wat gaat dat worden? Oh, hey, dat doe ik nu wel zo. Maar dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Ik heb helemaal nog niet iets aan jou aangepast. Dat moet natuurlijk nog wel. Ik heb je hele gezicht nog niet gedaan. Dat was ik helemaal vergeten. Even kijken. We geven jou, als je een sporter bent, dan heb jij, geven we jou kort haar. Dat is wel praktisch bij het sporten. Kijk, wat zijn er verschillende korte haren? Nou, we doen deze. Of doen we dit korte haar? Dat is wel heel kort, hè? Dat is niet heel praktisch. Ja, we geven jou een super kort kapsel. En even kijken. We maken er wel wat cools van. Een beetje, ja, we maken het zilver. Dan heb je toch nog iets wat een beetje bijzonder is. En even kijken, je krijgt wel een pet op. Je krijgt iets op je hoofd, omdat dat wel relax is. Anders is het zo koud natuurlijk. Even kijken, nee, dat vind ik niks. Even kijken, die vind ik ook niks. Is er eigenlijk niet, dus toch wel meer dan dit, mensen. Even kijken. Oh, waarom wil die niet draaien? Oh, niet zo gek doen. Computer, help mij. Ja. Is dit wat? Nou, misschien is het wel wat. Even kijken. We klikken hem aan. Waar is hij? Kunnen we hier nog een kleurtje aangeven? Kan ik hem natuurlijk weer niet meer vinden. Daarboven was hij ergens. Zo. De kleuren. Een blauwe. Een rode. Het is een beetje zoals die boxer Rocky uit de film Rocky. Als we hem dan een rode kleur geven, dat is wel cool. Deze is misschien ook wel leuk. Eventjes kijken of we jou een leuk hoofddeksel kunnen geven. En je bent een sporter, hè? Misschien maken we wel een worstelaar van je, dat je dan gewoon zo rondloopt. Want je bent ook sterk. Dus ja, weet je wat? Jij bent een worstelaar. Je wilde slim en sterk zijn. Nou, je bent in ieder geval sportief. En dan krijg je dit. Dan loop je zo rond. Dat is helemaal niet erg. Dat kan natuurlijk ook gewoon af. Maar voor nu vind ik het grappig. Jens, kijken, kunnen we je ook nog een... Nou, je wordt misschien een hele... Dit is... Nou, doen we niet. Dat doen we niet. Wij gaan wel even kijken of er misschien wat andere bling is die we je kunnen geven. Ik vind deze allemaal wel heel erg... Ah nee, dat valt wel mee. Deze is wel cool. Ja, die is, ziet er goed uit. En wat gaan we dan nog doen? Gaan we jou een baard geven? Nou, als... Nee. Dat krijg jij nog niet. Je bent nog een tiener. Eventjes kijken, wat kunnen we nog meer gaan doen? De kleding kunnen we gaan doen. Jij bent sportief, dus waarom heb ik hier shirts? Complete looks? Nee. Een sportbroek, een zwembroek. Kijk, luchadore. Dat zijn, dat zijn vechters. We hebben hier een korte broek, maar er is ook ergens een iets minder... dit zijn de zwembroeken. Kijk, dit is hem. En die doen we dan... welke kleuren zijn er? Ik vind deze rode vind ik wel cool, maar is er ook een paarse toevallig? Ja, deze is paars, hè, met geel, die past er wel bij. Je shirt passen we meteen aan. Even kijken, er zijn toch wel tanktops? Dat moet haast wel. Oh, even kijken, oh kijk, hier aan de zijkant is er maar één. Er is er maar één. Polo's? Nee, dat past er niet echt bij. Jasjes? Nope. Truien? Nee. Nou, dan wordt dit hem. En die maken wij geel, of maken we hem zwart? Ja. Nee, paars. Ah, dat zou kunnen, alleen dan past dat paarse hoofddeksel niet echt, hè. Dit ziet er niet uit. Even kijken. We maken hem gewoon helemaal zwart. Dit ben jij, Jens. Ik ga nog wel een keer iets een beetje aan je gezicht doen natuurlijk, hè. Want ik ga je niet alleen maar met een masker op laten lopen. Maar op de zonnige dagen is dit... Oh, weet je wat? Dit is jouw... jij krijgt gewoon een klein beetje extra jouw sportieve look... Daar ga ik dit bij doen. Wacht even, waar is het ding? Waar is dat? Is het een hoofddeksel? Niet sportief.
Ik wil mijn luchadore. Kijk, dit is jouw sportieve look. Ik ga even dus die look aanpassen. Zo. En deze zetten wij op de tanktop. Hier is hij. En die maken wij weer zwart. Kijk, daar heb je weer terug. Jouw schoenen, die gaan naar goede sneakers toe. En dit is jouw sporty look. Jij krijgt gewoon meteen een sporty look. En jij krijgt jouw sunny look. Passen we even aan en dan krijg jij wat anders hier. Geen Darth Vader en Boba Fett. Even kijken, wat is wat leukers. Zo, en dit. Jouw broek die je overdag gewoon draagt, die is gewoon relaxed. Nou, niet ook baggy pants, dat hebben we net gehad. Even kijken. Dat is wel heel netjes. Even kijken, wat is nou een leuke broek? Dit is een, ja, eigenlijk kan je wel, je bent altijd wel een beetje sporty. Dus dan houden we hem gewoon zo. En hier geven we, eigenlijk hebben we gewoon dus de switch gemaakt. T-shirts. Ja, kijk. Gewoon een longsleeve. Nou, deze had ik in het begin. Ja, die vind ik. Nee. Je krijgt gewoon een longsleeve. En een blauwe longsleeve. Een witte longsleeve. Zo loop je erbij natuurlijk niet op deze schoenen. Jij krijgt ook gewoon relaxte slippers. Ja, kijk. Relaxed. Hallo Jens. Of hallo Jens. Noem ik je nou de hele tijd Jens? Jij bent vlogman. Jij bent sportief. En ik heb je gewoon de hele tijd de verkeerde naam gegeven. Dat maakt niet uit. Kan gebeuren. Dit is Jens. Jij bent vlogman. En wij gaan naar de laatste toe. En de laatste die vind ik eigenlijk wel grappig. Omdat die ook een... die wil jong zijn. Nou ja, dat mag. Want we hebben nu al twee tieners. Oh, dit is kind. Tiener. Ja, we doen een kind. En het is een jongen. Jij krijgt geen oorbellen. Dus dat gaan we even heel snel wegdoen. Dat mag pas als je ouder bent. Accessoires. Kijk, weg daarmee. Daar beginnen wij nog niet aan. En... even kijken. Jij wilde zijn gamen en programmeren. Nou, dan geven we jou even deze. Vind ik wel cool. Ik kan hier wel minder dingen neerzetten. Dus dat vind ik altijd een beetje... even kijken. Naar gamen, ben je creatief of ben je mentaal? Nou, je moet wel een beetje slim zijn. Een wonder. De slimste van de school. Ja, weet je, we maken dat gewoon. En de naam die we jou geven is... kijk, daarom vind ik hem zo leuk. Dit is niet mijn zoontje trouwens. Dit is een andere Noah. En waarom ik ervan uitga dat Noah W. een jongen is... is heel simpel. Het is een H aan het einde. En even kijken, dit maakt jou slim... voor programmeren. En gamen, zit dat hier bij? Of je daarvan houdt? Oh, hey, waar ga je heen? Kom terug. Nee, niet Einzelganger. Dat wil ik niet. Actief, creatief? Nee. Zie je, dat vind ik het een beetje het jammeren van dit. Als ik jou zo jong maak, dan kan ik dus niet zoveel dingen doen. Ik ga je toch eentje ouder maken. Ik maak je toch even eentje... toch iets ouder, om de hele simpele reden dat er dan gewoon wat meer mee kan. Want dan kan ik je gewoon wat meer eigenschappen geven, dat is een heel groot hoofd. En het makkelijkste om dat in dit geval te doen is gewoon even weg te halen, plusje te drukken en opnieuw aan te maken. Ik maak je toch een tiener, want dan, wauw. Hier kan ik dan meteen zeggen van, even kijken, bij kennis... kan ik zeggen WizKid. Zie je, dat heeft met games en programmeren, is dat meteen handig. En dan hebben wij bij creatief kunnen we je zetten. Nou, even kijken, wat zeggen gamen en programmeren. En dan hebben we hier nog wat andere dingen. Even kijken, zie je, er is nog steeds niet alles. Maar we hebben al wat meer om uit te kiezen. En
Even kijken. Gezin, natuur, populariteit, voedsel, sportief, kennis. Ja, kennis. Kan ik hier nog uit iets speciaals kiezen wat er misschien beter bij past? Nee, ja, kennis was toch de mooiste. Even kijken. Creatief en. Nou, dat is bij programmeren. Ben je bij programmeren creatief? Nou, nee, niet echt, hè. Niet in dit spel. In dit spel is dat niet het geval. Je bent dan wel geniaal. Want dan, kijk. Dat heb je, dan moet je slim voor zijn. En is er iets wat goed daarbij past? Houdt van buiten. Nou, je houdt niet van buiten als je dan van gamen houdt. Want dan ben je toch meestal wat binnen. Tenzij je een nieuwe Nintendo Switch hebt. Daarmee kan je ook naar buiten. Nee, niet kinderachtig. Even kijken hoor. Kijk, ik wil. Dat is. Actief? Nee. Zelfverzekerd. Heet hoofd. Oh, heet hoofd. Dat vind ik wel een goeie. Een heet hoofd. Want een heleboel gamers worden toch wel boos als ze verliezen in een spelletje. Dan worden ze een heet hoofd. Dus jij wordt wel een gamer. Even kijken. Vrolijk past niet bij heet hoofd. Nee, dat weet ik. Dit kunnen we misschien later ook nog wel aanpassen. Dan moet ik even naar kijken. Maar we gaan weer even je naam doen. Noah. Naar de volgende. De achternaam was We. Noah W. En jou passen we wel een beetje aan. Even kijken, wat voor. Nou, game. Oh, er is één gamer. Dat is die is een Overwatch-speler. En dat is wel heel erg cool. Die heeft dit soort haar. Maar ja, ik weet niet of jij dat wel heel leuk vindt. Zo. Even kijken, dat is wit. Een gezicht. We moeten ook wat even wat meer kleur in het spel brengen. Want anders krijgen we alleen hele lichte popjes. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Even kijken. Dit haar is misschien wel een beetje te groot, hè, om meteen in te gaan. Maar het is eigenlijk ook wel heel cool. Is er niet een iets kleinere afro? Even kijken. Ja, kijk, deze is iets kleiner. Ja, dat is goed. Maar jou. Nee, dat wil ik allemaal niet. Oh, dat gaat helemaal fout. Kijk, deze wilde ik hebben. En jouw huidskleur wordt even iets lichter. Nee, niet geliger. Ja, dit. Nee. Ja. Zo. Dit vind ik een goede kleur. Gaan we nog kijken naar jouw outfit? Even kijken. Zo. BH voor een man? Meestal niet, hè? Meestal niet. Jij krijgt een bandje om. Even kijken. Doen we nog iets anders? Nou, jij zit iets meer binnen, dus je bent. Nou, dat kan wel. Zo. Even kijken. Eigenlijk wil ik toch wel. Nou, ik heb geen zin om jou een trui aan te geven. Jasje misschien. Zoiets. Even. Wat kunnen wij allemaal doen? Is dit wat? Oh nee, dat is. Dit is wel weer sportief. Nou, deze vind ik cool. Broek vind ik eigenlijk wel goed. Even kijken. Ja, sneakers. Maar eigenlijk, ik weet het niet. Ik heb het nog niet echt gebruikt. Nee, dat zoek ik niet. Ik zoek ook niet tops. Ik zoek ook niet dat. Even kijken. Oh, wacht even. Dat was ik, deed ik vorige keer ook al fout. Ik moet accessoires. Nu kan dat wel. Even kijken. Hoofddeksels. Weet je, is het niet gewoon vet om zo'n hoofddeksel op te zetten? Ik weet het niet. Even kijken. Boba Fett. The Emperor. Nee. Even kijken. Wat is dit voor apart? Nee, dat ziet er meer uit als je bij een McDonald's of zoiets aan het werken gaat. Heeft deze een beetje een leuke kleur? Nou, weet je wat? Dit wordt hem.
Dit wordt Noah. En even kijken, wat kunnen we hier nog allemaal voor aanpassen? Nee, dit houden we allemaal zo. En dan hebben we weer 3 subs gemaakt. Nou, ik zou zeggen welkom alle 3. Wij gaan nu jullie even in het huis plaatsen. En dan kunnen jullie ook meteen het huis zien waar jullie in te wonen komen. En dat is het subhuis 2. Even kijken, huishouden beheren wil ik helemaal niet. Subhuis 2, dat is hem. En dan zeggen wij spelen. Er zitten er 3 tieners in. Ik ga misschien ook nog wel jongere kinderen, maar ik weet het niet. Zoals je ziet, ik kan dan heel weinig keuzes maken. Hè? Maar dat maakt niet uit. Als jullie ouder worden, kan het weer wel. Maar dan moet ik alles goed bij gaan houden. We gaan nu gewoon kijken hoe dit huis eruit ziet. En of het een beetje... Of jullie het een beetje leuk vinden, eigenlijk. Kijken wat er gebeurt. Hij staat ook gepauzeerd. Dat moeten we niet. Het is ook midden in de nacht. Oh. En, nou, gezellig. Ze staan daar stil. Oké, ze gaan naar binnen toe. Ik laat ze gewoon lekker even hun eigen ding doen. Kijken wat er allemaal gebeurt. Nou, Nanny, die gaat daarheen. Die gaat meteen slapen. Heel erg goed. Jens, die gaat tv kijken. Nou, ook geen probleem. En Vlog, die gaat, die begint meteen met koken. Ook heel erg goed, want dat is natuurlijk wel nodig. En zoals jullie zien, jullie hebben meer dan geld zat. Dus jullie kunnen gewoon lekker aan de gang. En nou, hij zit hier lekker te eten. Noah is hier aan het eten. Dit gaat al heel erg goed, jongens en meisjes en dames en heren. En alle kijkers die nu aan het kijken zijn. Jullie zitten met z'n drieën meteen gezellig bij elkaar aan tafel. Dit ziet er ook uit alsof het een fantastisch gerecht is geworden. Ja, de kwaliteit is uitstekend. Nou, ik ga trouwens binnenkort even tussendoor. Ik had het al gezegd volgens mij. Maar ik ga even tussendoor 2 andere Sims erbij maken. Want dat vind ik wel heel erg cool. Want ik kreeg dat idee er net en ze zijn onwijs vaak gemaakt. Maar dat maakt niet uit. Ik ga ze nu gewoon maken. We zetten ze in de stad neer. En die gaan gewoon voor wat gekkigheid zorgen. En linksboven abonneren op mij. Linksonder op mevrouw. En aan de rechterkant heb je nog wat leuke dingetjes om op te klikken. Tot de volgende keer.